Het rommelt bij het eerste elftal van ASV Dronten. Terwijl andere eerste klassers hun elftal voor volgend seizoen al in de stijgers hebben staan, zijn bij ASV Dronten de gesprekken met de spelers pas deze week begonnen. Ook met trainer Pim Kaagman is nog geen overeenstemming bereikt over een eventuele contractverlenging. Spelers klagen over een gebrek aan daadkracht en hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan het bestuur. De meeste spelers zijn echte clubjongens en willen het liefst in Dronten blijven voetballen. Tegelijkertijd vragen ze zich af of ze hun ambitie wel kwijt kunnen bij ASV Dronten. Ik probeer me gewoon op het voetbal te focussen en gewoon wat er op het veld gebeurt en de randzaken, ja, dat zijn voor andere mensen. Maar ik begrijp dat jullie als spelersgroep ook een brief gestuurd hebben naar het bestuur. Ja, dat is namens de spelersgroep gegaan en ik denk dat u daar beter Rick voor kan interviewen, want die heeft daar meer over te zeggen over de inhoud. Maar daar staan we gewoon als hele spelersgroep achter. Dus, Er zijn vorige week en deze week de eerste gesprekken geweest met spelers. Informatieve gesprekken. En dus er is een interim TC daarvoor opgericht. En daar heeft inmiddels bijna iedereen voor mij een gesprek mee gehad. En dat het wat langer heeft geduurd, komt denk ik omdat er nog geen vaste TC is. Speelt dat in de achterhoofden mee? Ja, dat weet ik niet. Dat merk ik niet. Als ik de jongens nu zie spelen vandaag, dan merk ik dat niet. Ik denk dat dat alleen maar een goed teken is dat het in ieder geval nu opgepakt wordt. En daarmee een weg in wordt geslagen richting het volgende seizoen om daar gewoon weer een mooi elftal neer te zetten. Van een brief naar bestuur weet ik helemaal niks van overigens. Dat is voor mij volledig, dat weet ik niet. Ik zie ook dat bij andere clubs dat het allemaal wat sneller gaat. En ja, het allerbeste is natuurlijk dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Ook bij AS Dronten. En dat het ook zo snel mogelijk naar buiten gecommuniceerd kan worden. Ook de trainer weet nog niet wat hij volgend seizoen gaat doen. Dat is toch een rare toestand? Nou ja, of dat nou een rare toestand is, dat weet ik niet. Er zijn meer clubs waarin de trainer in februari nog niet weet of dat ze er nog niet uit zijn wat ze gaan doen, de club en de trainer. Maar jij spreekt natuurlijk ook spelers. Heb jij de indruk dat Ken wel hier wil blijven spelen? Ik denk sowieso dat iedereen altijd de intentie heeft om bij Dront te spelen. Helemaal omdat je zoveel Drontse jongens dit jaar in de selectie hebt. Die hebben er altijd naar uitgekeken om altijd in de eerste voetbal. Of de voetballen waaronder ik al een aantal jaren de eerste. En dan heb je, en dan spreek ik voor mezelf en denk ik wel voor de meeste jongens gewoon de intentie om er in ieder geval te blijven. Het is alleen wel jammer dat het lang duurt, want we zijn wel overigens met elkaar aan het praten. Maar je bent natuurlijk wel, ja, de competitie gaat ook verder. En of je naar het nieuwe seizoen met spelers, met jongens die in de selectie zijn en waarmee je praatjes wil maken. Ja, dat is altijd een beetje lastig, omdat er nog geen definitieve klap op gegeven is inderdaad. Jullie hebben ook nog geen trainer. Hoe staan jullie daarin als spelersgroep? Nou, ook dat is zeg maar doordat je nog geen vaste TC hebt gevonden op dit moment. Is die interim TC ook daarmee bezig en dat daarvoor moet ook iedereen weer gesproken worden, bestuur, spelers, iedereen. Nou, mijn intentie is dat ik heel graag verder wil, dus dat is het enige wat ik wil. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. De sfeer et cetera is hartstikke goed en de beslissingen over de toekomst van spelers en trend, ja, dat ligt bij het bestuur en daar zijn ze ook mee bezig op dit moment. En inderdaad, ook dat is wat later dan bij andere clubs, maar ja, dat heeft te maken met de interim TC die een aantal weken geleden is begonnen. Zou je niet graag een bestuur achter je hebben met wat meer daadkracht? Ja, sorry, daar ga ik niet over. Weet je, ik kan nee, niet ik over... zeg, ik snap dat je er niet over gaat, maar ik vraag of je het niet liever zou hebben. Nou ja, ik denk dat altijd, als je naar een totale club kijkt, dat het altijd prettig is. En dan ga ik niet over daadkracht praten, maar tot er een voltallig bestuur zit, wat gewoon die club lekker kan runnen op de manier zoals het zou moeten. Vind je het vervelend dat we hier over dit soort dingen staan te praten en niet gewoon over voetballen? Nou ja, ik weet dat het erbij hoort. Kijk, dat krijg je natuurlijk altijd. Wat je zegt, je leest op andere websites dat soort dingen wel. Wat wel vervelend is, is dat je weer verloren hebt. En ik denk dat we volgende week weer een belangrijke pot hebben. Dat dit soort dingen besproken worden, ja, dat hoort er gewoon bij.